Martin Kroeskop. Hij is de voorzitter van de evenementen in Almelo en dan van de evenementen van de Koningsdag. Kun jij ons iets vertellen over hoe het dit jaar gaat met die Koningsdag? Ja, dat kan ik. We zijn volop in voorbereiding als Almelo Events. Het wordt het eerste grote evenement weer na alle coronaperikelen. Buiten het fietsvierdaagse en de beperkte Sinterklaasintocht om, wordt dit weer echt een groot evenement. Waar normaal gesproken zo'n 30.000 man voor naar het centrum van Almelo komt. Die allemaal zoal voor die mensen organiseren? Nou, om te beginnen hebben we door de hele binnenstad heen de bekende rommelmarkt. Daarnaast komt er een dansplein, een kinderplein, een scoutingplein. En voor het eerst zal het drijvend podium in gebruik worden genomen. En daar komt ons muziekpodium op. Kan je al iets vertellen wat voor groepen mensen gaan optreden daar? Of is dat nog in voorbereiding? Eén ding is definitief, dat is de band van Hans Hunter. Dat is de afsluiting ook, die speelt van 3 tot 5. En die spelen muziek van de Eagles. Hoe moeten de mensen zich dit jaar opgeven om mee te kunnen doen aan die rommelmarkt? Nou, je kunt je dit jaar alleen opgeven via onze site www.almeloevents.nl. Daar staat het linkje naar Koningsdag en daar staat een linkje naar de rommelmarkt, waar je je dan digitaal kunt inschrijven en je kunt dan ook direct afrekenen. Er is zo'n hele lange rij voor een gebouw staan? Nee, dat is definitief voorbij. Alles gaat alleen nog via onze site. En de inschrijving gaat open, en dat is geen grap, 1 april, 's morgens om 9 uur.